Yes guys, Paul hier. En welkom weer bij een gloednieuwe video. En deze video gaat over de kunst van geld kunnen krijgen en de gouden regels voor geld maken. Geld is een heel belangrijk onderdeel in deze huidige maatschappij. En zeker als je een jong gast bent, ja, moet je gewoon leren hoe geld werkt, hoe je geld kan krijgen en hoe je geld kan maken vanuit het niets. Dat is precies wat ik je vandaag ga vertellen, hoe ik dit heb gedaan en hoe jij het eventueel voor jezelf kan gaan doen. Oké, de basics. Wat wil je uiteindelijk? Je wilt herinnerd worden wanneer je geld maakt. En daardoor gaan mensen ook over je praten en komen klanten ook weer terug bij je. En geld is ook super makkelijk om te maken, maar het is veel moeilijker om te behouden. En de weg naar welvaart is super simpel. Verdien meer dan dat je uitgeeft, voor altijd. En dat is iets wat ik eigenlijk de afgelopen jaren al doe, sinds dat ik waarschijnlijk 16 ben en begonnen ben met vakken vullen. Heb ik elke maand meer verdiend dan dat ik uitgeef en word ik elke maand een stukje rijker. That's it. Hoe simpel is het nou om dit vol te kunnen houden? En de meeste mensen kunnen dit nog niet eens. Dus als je dit nog niet doet, ga je in ieder geval meer verdienen dan je uitgeeft. Oké. De stappen. En vaak worden de basics vergeten. Heb eigenlijk een veiligheidsfonds. En dat is iets wat ik aanraad. Is minimaal 10.000 per maand. En groei dit om jezelf vrijheid te geven en een zorgvrij zicht op dingen. En dat is een absoluut minimaal 6 maanden aan uitgaven gespaard. Nou, zelf ga ik dus, zoals ik zei, misschien 6 maanden volgend jaar in Bali wonen. En wat heb ik hiervoor nodig? Ik verwacht ongeveer 10 tot 12k. Die ga ik apart zetten. Die heb ik al apart staan. Voor eventuele dingen die anders misgaan. En wat raad ik je aan om te doen? Naast dit safety funds van minimaal 10k. Is investeer 35% van je maandelijkse inkomsten in een investeringspot. Geld voor de toekomst. Nou, momenteel investeer ik heel erg hard in crypto. Maar ook in ETF's. Dat zijn eigenlijk twee dingen waar ik voornamelijk veel geld insteken en in blijven steken komende tijd eigenlijk nog wel, komende jaren. En met die winsten ga ik dus in vastgoed en met de winsten van mijn eigen business ga ik ook in vastgoed om daarin nog meer te diversificeren. En ik ga je precies uitleggen die hele journey van mij, mijn crypto portfolio, mijn aandelenportfolio, mijn vastgoedportfolio, mijn business portfolio. En ja, dan kunnen we eigenlijk samen naar de top gaan en ik hoop dat jij daar super veel aan gaat hebben. En eigenlijk wanneer je de ladder aan het beklimmen bent en dus minimaal 10.000 per maand gaat draaien zoals ik ook doe. En maandelijks cashflow checks moet gaan doen. Is als je 10.000 plus per maand maakt, leef dan op 2.000 plus per maand en investeer uiteindelijk de rest. Dus dat is momenteel wat ik doe. Ik geef hier een aantal duizend euro per maand uit. Het is ook mijn eerste 4 weken in Bali, dus ik doe ook wat meerdere dingen zien, wat meer geld uitgeven dan normaal. Maar dan zorgt het ook voor dat ik meer de drive heb om meer geld te gaan verdienen en meer tijd erin te steken. Ik heb best wel een goede focus, merk ik tot nu toe in Bali. En ja, dat helpt mij eigenlijk ook wel bij mijn eigen business en mijn stappen daarin. En herinner jezelf om klassen te hebben. Het gaat niet over gierig zijn. Geld moet nog steeds flowen. Ik geef heel veel geld weg aan hier bijvoorbeeld arme mensen en locals die het meer nodig hebben. En ja, het is niet de bedoeling dat je jezelf rijk gaat sparen, want dat gaat gewoon niet gebeuren. En laat de flow van geld nooit stoppen. Dus geld die richting jouw kant komt, maar geld die jij ook ergens anders in stopt. En ik stop voornamelijk mijn geld in dingen waar ik meer geld van kan maken. Dus investeringen of investeringen in mezelf. En ja, je moet hierin gewoon vrijgevig zijn en slim zijn. Maak investeringen en dingen. En maak het weggeven daarvan veel belangrijker dan flesje dingen kopen, dan Rolex, etc. Ik heb totaal geen behoefte om materiële shit momenteel te kopen. En ik probeer eigenlijk zo min mogelijk bezittingen te hebben. En ja, daar ben ik eigenlijk redelijk tevreden mee. Momenteel om eigenlijk op een laag budget te leven ten opzichte van mijn eigen inkomen. En dat gaat me helpen meer welvaart te creëren in de rest van mijn leven. Gezondheid is nummer 1. En om geld te maken en behouden moet je goede gezondheid en mind hebben. Excuses. Een man die gezond is, heeft 100 wensen. Een man die ongezond is, heeft maar 1 wens en dat is gezond zijn. En ja, wees een beetje dankbaar dat je momenteel gezond bent. En als je gezond bent, werk dan aan een sterk en gezond lichaam. Je hebt maar 1 lichaam en 1 tempel en daar moet je gewoon heel erg goed voor gaan zorgen. En ja, de investering nummer 1 moet altijd in je gezond zijn. En zeker als je nog geen 1 miljoen euro hebt en je wilt er zo snel mogelijk komen, doe dan volgende dingen niet. Drink niet, rook niet en geen drugs. Dat zijn de 3 wegen die mij gaan helpen richting die miljoen euro. En ja, spend al het alcoholgeld wat je in het weekend doet op hoge kwaliteit water of op andere dingen waar je meer geld mee kan gaan verdienen. Lessen in business. Vergis je niet in je business.
vergis je niet in je missie, excuus. Les nummer 1, vergeet je missie niet. Vergeet niet waar je voor staat. Het gaat natuurlijk om geld maken, maar vergeet niet waarom je het ook doet. We zijn allemaal getalenteerd met bepaalde dingen. En bepaalde dingen kunnen sommige mensen veel beter dan anderen. En je moet jezelf alleen focussen op deze waar je goed in bent. En neem andere mensen aan in andere gedeeltes. Tuurlijk kan je jezelf ontwikkelen in andere dingen, maar in dingen waar je gewoon slecht in bent, dat wil je gewoon uitbesteden. Als ik een piloot wilde worden, had ik keihard gefaald en ja, was het vliegtuig waarschijnlijk neergestort. Want ja, daar ligt mijn kwaliteit niet, daar liggen mijn interesses niet. Ik focus me op de dingen waar ik goed in ben en dat is e-commerce. Het verkopen van producten online en het verkopen van diensten online, wat ik ook al een tijdje doe. En daar zet ik al mijn focus, tijd en energie in. Vermijd schulden. Dit betekent persoonlijke schuld, het kopen van liabilities met geld wat je momenteel nog niet hebt. Ik heb momenteel nog een studieschuld van 3.500 euro met 0% rente, die ik in de komende tijd moet afbetalen. Nou, ik kan deze dus al lang afbetalen, natuurlijk heb ik 3.500 euro, maar er zit 0% rente op momenteel nog op de tijd dat ik studeerde. En ga ik hem dus op een later moment pas afbetalen. En ja, ik heb niet spijt van deze schuld, maar het is gewoon weer een leermoment geweest voor mij. En ja, ik wil alleen schulden nemen om cashflow makende assets te maken of investeringen. En momenteel heb ik 0 schulden en haal ik eigenlijk alles wat ik doe haal ik uit mijn eigen inkomen. En dat vind ik een hele belangrijke manier dat je eigenlijk alles eerst zelf voor elkaar krijgt voordat je dus gaat beginnen aan leningen. Want geld lenen kost geld. En je wilt geen echte fulfillment die je kan vinden in materiële zaken. Dus in een auto, et cetera. Dat boeit allemaal niet. Het gaat veel meer om dat. En er is geen shortcut naar het succes wat jij wilt bereiken. Doorzettingsvermogen. Het grootste deel wat je gaat stoppen in je life is jezelf en je eigen mind. Uiteindelijk moet je gaan doorzetten en je moet begrijpen dat er fortuin op je ligt te wachten als je doorzet en als je niet opgeeft. Ik ken niemand die niet heeft opgegeven en die geen goede resultaten heeft kunnen halen. Je moet leren om positief te denken en ja, jezelf niet betrappen op negatieve shit, want ja, geloof me, dat gebeurt best wel veel. Ik heb dat zelf soms ook nog wel eens, dat ik mezelf daarop trap. En ja, daarin kan je eigenlijk je eigen lot bepalen. Dus praat alleen maar positieve dingen in plaats van negatieve dingen. En ja, het leven is maakbaar. Je kan zelf alles creëren wat je maar wilt. Angst, twijfels en zorgen moeten kapot gemaakt worden door actie. Iedereen heeft angst, twijfels en zorgen van tijd tot tijd. En hoe kan je dit dus kapot maken? Is door gewoon actie te ondernemen. Dan ga je ook niet nadenken. Gebruik de beste tools. En dit refereert naar werktools, mentorships en werknemers. Dus gebruik de beste laptop. Gebruik de beste iPhone als je content aan het maken bent, et cetera. Investeer in de beste mentoren. Investeer in de beste werknemers voor je business. Altijd schieten voor het hoogst haalbare. Waarom zou je niet voor het hoogst haalbare aimen in life? De kosten die je aan het besparen bent, kosten je momenteel meer dan dat je ze spaart. Dus ja, misschien is datgene wat je nu wel bespaart, wat je niet hebt gedaan, maar wat je weet dat je wel zou moeten doen, hetgene wat jou naar het next level zou kunnen brengen. Ga niet boven je bedrijf staan. Geld is nergens goed voor, tenzij je de waarde ervan kent. Start dus je eerste onderneming. Geloof niet dat je geld moet lenen om een business te beginnen. Je kan echt met 500 euro je eigen business starten. De lessen die je leert met je eigen business zijn zoveel belangrijker. Je bent jezelf aan het voorbereiden op welvaart. Als ik eerder was begonnen met dit, dan had ik het nu kwijtgeraakt. Wacht niet, begin met niks en begin uiteindelijk met leren. De business maakt uiteindelijk de man. En business is een zelfontwikkelingsschool voor mannen. Je wordt een algemeen beter persoon. Je leert heel veel skills in life. Je wordt sterker, je wordt gezonder, je wordt ethischer en vastberadener. Dit zijn allemaal dingen waar je in de rest van je leven wat aan hebt. Zowel privé als zakelijk. En verstrooi je krachten niet. Een bedrijf overwinnen voordat je een ander begint. Domineer volledig één bedrijf. Ik ben nog steeds bezig met mijn coaching business. Ik doe dit momenteel 2 jaar. Ik heb meer dan 150 klanten geholpen. Maar ik ga nog niet een andere business starten momenteel, omdat ik deze business nog niet gedomineerd heb. Ik ga niet van business model naar business model. Crypto, forex trading, YouTube automation, dropshipping, bol verkopen, Amazon FBA. Energie moet gefocust zijn. Focus je op één ding en laat dat hoe dan ook lukken. En kijk eens naar die lange termijn. Kijk niet naar 2 of 3 maanden. Kijk eens gewoon 1 jaar of 2 jaar dat je daar gewoon tijd in steekt. Elke dag jezelf verbetert en dan ga je daar uiteindelijk resultaten mee behalen. Gebruik je netwerk. Ja, je bent niet in staat om mainstream media te vertrouwen, zoals ik. Vertrouw op je eigen netwerk. En tot op zekere hoogte moet je dus aangesloten blijven op het bepaalde nieuws wat er komt. Maar dus hoef je niet helemaal af te sluiten van de buitenwereld. Maar je komt vanzelf, als er bepaalde dingen gebeuren, zoals in Palestina momenteel, dan krijg je dat vanzelf wel mee. Je hebt eigenlijk betrouwbare informatiebronnen nodig. En deze kan je dus uit je netwerk halen. Nou, je moet beleefd en vriendelijk zijn tegen je klanten. En dit is een belangrijke bouwsteen, want je klanten maken jou. En het zou de basis moeten zijn van de werking. Klanten die zich gewaardeerd voelen bij je, komen vaak terug.
degene waarover gepraat worden verdwijnen nauwelijks. Dus als mensen blijven over praten over je product, over je dienst of over jou als persoon, dan is de kans heel erg klein dat je geen klanten meer gaat krijgen. Je moet rustig blijven, je moet geen bullshit praten, praat geen bla bla bla. Ga niet rond en vertel iedereen zijn verhalen, wie wat heeft gedaan. En schep niet op over je eigen resultaten. En blijf gereserveerd en blijf humble. Oké, dit was eigenlijk weer een 10 minuten guide voor je. Ik hoop dat je hier superveel aan hebt gehad. Drop even een like hieronder, abonneer en ik check je weer terug bij de volgende video. Ciao, ciao.